mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Gamesville. En in deze video ben ik niet alleen, ik ben samen met Rick, Jeffrey en Thijs. Hi. Hallo. En wat wij in deze video gaan doen, het is trouwens een nieuwe serie op mijn kanaal en dat is een Random Clash Generator. Wij gaan met z'n vieren een serie doen en dan moeten we een potje doen met een Random Clash. De Random Clash hebben we een site voor, daar ga ik zo meteen naar kijken welke clash we krijgen. En we doen tot de 10, we gaan tot de 10 punten. Dus als je een potje wint, de meeste kills hebt met die clash, heb jij een punt. Dus het gaat tussen Rick, mij, Jeffrey en Thijs. En wie aan het einde 10 punten heeft gehaald als eerste, die is gewoon een koning. Die krijgt een feesthoedje thuis gestuurd of zo. Dus feesthoedje. Ja, een houtje hebben. Ja, oké. Ja, Thijs, jij woont toch vlak bij mij, dus dat is geen probleem. Ja, ja. Thijs, jij moet hem opsturen, want jij wilt te verliezen. Ja. Maar jongens, ik heb de site hier naast mij staan, dus we gaan nu Generate doen. En ik ben benieuwd welke we krijgen. Hij is... Oh my god. Zo, ik hoor het alweer goed. Oké. We beginnen... Jullie zien trouwens een fotootje in beeld. We beginnen met het wapen, een primary gun. En dat is de Razorback. Lol. Ik ga wel een koor doen, hè. Het is zeker één kun... Het is bedoeld. Nee, twee. Het is een long barrel, moet je erop zetten. Zo! En rapid fire, dat is het. Oh, rapid fire. Ja, vind je het zo ruk, hè? Dat is wel chill. Rapid fire voor mij. Ja, rapid fire is wel nice. Oké, de perks. De perk 1 is Six Sense. En dat waren de perks. Lol. Alleen dat, ouwe. Oké. Lethal, dus granaten. Dan heb je 2 frag grenades. 2 frag grenades. Ja. En 2 blackheads. Nee, jij hebt zo niks aan. Nee. Oké, bij secondary een RK5 zonder attachments. Okay, dat is wel chill. Ja, dat is wel redelijk nice. Yeah. Even zien, even goed cammetje er natuurlijk op. Ik moet wel dezelfde hebben. Oké. De specialist is de war machine. Oh jongen, dat is wel fijn. War machine is nog wel redelijk. Ik vind het echt kut. Ik vind hem kut. En de scoresries, oh ja, die moeten we ook nog doen. Het is de Hellstorm, Vrat en Hater. Op zich. Ja, oh. Het kan nog wel. Gewoon wie de Vrat haalt, die heeft dan heb je dat gewoon. Dus jongens, wij gaan met deze clash een online potje. Wat gaan we doen? Kill Confirmed? TDM? Wat? TD. Nee, doe Domination ofzo. Domination. Oké, dan gaan we een Domination doen, dan houden we dat. Die game moet vast. Dus jongens, ik zeg tot zo. Ze zijn natuurlijk in het Domination potje gekomen op de map. Hunted, op zich wel een chille map. Dus jongens, kom maar op man, kom maar op. Ik ga sowieso winnen. Easy eerste kill. Oh, hij heeft toch gewoon een akkoste map granaat, jongen, vangen. Oh, de Razorback zuigt. Ja, de Razorback is zo kut in core. Oh, wat? Nee, ik ben nu al down. Het gaat dus jongens om wie de meeste kills in het potje maakt. Dus deads en alles maakt niet uit, we hebben alles precies hetzelfde. Yes. Dus we maken allemaal evenveel kills. Ja, jij bent goed man. Yes! Ik heb ook een kill. Ik heb 4-0. Ik heb bijna mijn score streak. Nee, als jij die score streaks haalt, hè, wij zijn de lul hoor. Waar is die guy? We hebben geen afterburner, wat jij zei, Rick. Ja, dat is zo ruk, hè. Oh, dat is echt kut, man. Dat is echt kut, man. Wacht, Oh, jij bent gekregen. Waar de fuck is. Ik kan geen kills maken met dit rukwapen. Oh, kut! Nee. Oh, ik zag die 6 op 0. Hey, mogen we op de scorebord kijken? Nee. Eigenlijk Thijs zit al de hele tijd. Ja, sowieso. Waar is die dan? 10 op 0, jongens. Ja. ik kan ook tellen. Ja, zo, jij durft. Oh, ik wil kills you. Ging zo hard lastig kunnen. Oh. Dit is zo kut, hè. Ik altijd als dood ga kijken op het scorebord. Yup. Beam! Dat ben je gewend, weet je wel. Dus dan, ja. Gaat automatisch. Oh, wie had die Hellstone? Nee! Ja. Hoe had hij me zo snel, man? Ik hack even die UV. Oeh. Oh, jij hebt ook zo'n plek voor zo'n ding. Ja, zo'n... Hoppa, gehackt. Kut, die Razorback, man. We hebben ook geen extended mags, hè. Dus je bent zo doorheen met die kogels. Dus eigenlijk kun je maar één kill maken per. Ja, nee. En dan moet je die RK5 gaan maken. What the fuck? Oh, yes, granaatkill. Random across the map. We krijgen zoveel kills met die granaat, want we hebben gewoon twee. Ja, ze zitten al in dat water. En ik gooi ze eten als ik spawn, joh. Vier man gooit met granaten. Oh, stomme. Ik ga nu echt. Deze enemies gaan echt huilen, jongen. Gaan we ook voor die B-vlag of niet? Oh, hij is weak. Hey, granaatkill. Lekker. Host, A6D, A6D. Ja, die heb ik gedisplayed. Ik krijg alleen maar hitmarks met mijn granaat, jongen. Oh, ik kan niet strip cap ons bijna. Oké, jij komt op B.
Ja? Echt met z'n allen, echt met z'n allen. Granaten gooien, jongens. Hier, vang die maar. Dat is niet. Vier waterval. Oh nee! Oh, ik ga zo. Oh, ik keek per ongeluk op het scorebord. Ja, dat is irritant, hè? Ja. Ik moet je dat gewoon uitzetten. Hier, pak aan. Scorebord uitzetten, ja man. Gewoon aan voor die score street. Nee, tuurlijk ja, niet. Nee, ik heb één keer mijn warm zitten. Nee, je kan de button niet aanpassen. Nee, dat kan niet. Een button layout. Gewoon een button eruit trekken, zijn niet op school. Lol. Het speelt wel de hele tijd op die lange weg tussen C en A af. Zo, ik deed ook kosten met warm machine, ik killde. Oh, ik heb de guy van B. Oh, net op. Oh, je een warm machine hebben, hè? Ja, als pensionist. Ja, ik schoot net gewoon al die kosten. Kut, Rick, je loopt ervoor. Daar is wie? Oh my god, oh my god, oh. Hoe dan? Ik ga je zitten campen, opa! Zo, lekker. Wat de fuck? Er staat hier iemand op zijn hurken, wat de fuck? Kun je snel. Om granaten gooien. We staan voor, jongens. Oh nee, achter. Kut. Oh, ik zat in mijn eentje op C. Wat? Ik heb een wave! Nee! Ja! Nee! Uitgewonnen, ja. Frat is overpowered nu. Gast, nee. Ah, oh! Jongens, ja, ik... Mag ik die heten nu? Gooi die heten even in. Ja, gooi die heten dan. Oh nee, helpt hij ons alleen juist. Ja, ook zichzelf. Goed wel. Nice. Ik gun jullie nog een kansje. Waar is die guy dan? Oh, daar. Ja, hey, fucking warm zien mij onder water houden. Ja, dat kan, hè. Ja, wat noem je pro-height? Ja, dat noem je gewoon gay. Niet realistisch. Dat noem je camper. Waar de fuck is die man? Oh, niemand killed hem ook. Ik heb nu al spijt dat ik mijn heet op in. Ja, maar weet je wat zo kut is? Die Razorback, je kan daar gewoon bijna niks mee killen, man. Je kan gewoon druk, niet across map schieten. Nee, no shit, dat ding is fucked up, slecht. Mijn Rave doet ook... Oh, hij is nu al weg! Oh, yes! Karma. Stiekem hebben jullie me gewoon uitgeschoten. Wij hebben gehackt. Ja, wij hebben gewoon gehackt met dat ding. Ja, wij hebben gehackt met onze plek zo. Ja, er komt er weer 2 man aan. Ik ging 100 punten voor Wraith dood. Oh, lekker voor je. Tweede rond ga ik hem halen, hoop ik. Ergens. Ik ga 100 punten dood door een Acker 5 omdat ik mijn Hellstorm aan het inroepen was. Wacht, volgens mij had ik... Ja, ik had ziek veel kills met mijn War Machine. Ik had 8 of zo. Echt? Zoveel? Daarom had ik mijn dingen gehaald. Clementy. Ja, dat zou me niks verbazen eigenlijk, maar volgens mij had ik dat niet, want ik had echt 1 persoon 1000 kills. Ik ga gewoon met die RK5 spelen. Nee, ik ga weg, rot op. Hier RK5 op de bak, is de poes dan. Hahaha! Klote, ik loop 3 jaar achter me aan. Nee, ga weg man, hoe? Je bent gewoon aan het strijden voor die scorestreaks, laat maar, ik ben weer dood. Je bent gewoon aan het strijden voor die... Oké, nu niet op de score kijken. Nee, niet kijken. Ik sta sowieso laatste of Jeffrey. Jeffrey is aan onderaan, dat weet ik zeker. Ik denk serieus dat Thijs nog steeds... Dit is echt een jaar geleden, maar... Ja, hier liep ik achteraan. Ik speel nooit met die Razorback, man. Ik heb geen enkele keer de RK5. Ja, ik alleen kijk, dat is niet Michael. Ik speel nooit met dat. Rick of ik zit bovenaan, maar Rick door die wave. Jeffrey, nee, ik denk dat Thijs bovenaan staat, hoor. Ik denk Rick met zijn random grenades. Of Jeffrey heeft gewoon stiekem ergens een killchain gehaald of zo. Ja! Fuck it, ik ga niet meer voor die vlag hoor. Jeffrey heeft stiekem tripmines en er zit de hele tijd. Ja, ik ga voor zit de hele tijd te campen met zijn. Ja, tripmine, ja. Dat. Kaas. Wat een mamoe! What the fuck? Ik heb een beam granaat. Ik hoop echt dat we een keer een M8 krijgen. Ja, M8 jongen, oh, Man of War. Nee, VMP jongen. Tief op met je VMP kan ook wel, ja. Kut, submachine gun. Stop. Hoe weet hij dit al? Oh, get owned. Oh, stop alsjeblieft. Ja, ik heb... random grenade, bitch! Daar komt de Sixth Sense toch van pas. Ja, maar ik heb alleen maar 2 kills en dan ga ik gelijk weer dood. Teammate, kom op, laat mij op die vlag komen. Die Razorback is zo slecht, oh my god. Lekker teammate. Teammate ging gewoon van de vlag af, omdat ik erop kom. Fucking, we hebben een leuke serie. Denk van, yo, ik kan misschien winnen. Ik ga sowieso winnen bij een andere fucking wapen, hoor. Dat zeg ik je nu al. M8, Man of War. En dan gaan we allemaal denken op peace. 100 plusjes allemaal erop. Maar echt gewoon één keer zo'n nee. Serie nice. Oh, dan had ik waarschijnlijk grave als ik die kill ietsje in 1 seconde eerder had. Kijk, ik ga mijn team met jou op. En mij. Waarom zit hij net te campen, man? Echt, ik ga zo vaak. Ik ga negatief, ik weet het zeker. Nee. Ik ga negatief, 100%. Als ik niet negatief ga, dan vind ik het echt niet, hè? Oh, ik heb zo de neiging om te klikken, jongen. Ja, echt hè, maar ik ga sowieso ook negatief, dat weet ik nou al zeker. Ja, ik nog niet. Maar... Nee, ik had weer bij mijn rave, nog één keer. Nee, stik, echt waar, dan kon het net zo goed opgeven al.
Jongen, ik heb twee keer in de 100 punten van mijn race dood gegaan. Ik kan echt zo niet met dit wapen. Teammate, ga die vanaf. Nee, kut. Jongen, ik ga... Deze Black is nog niet heel... Nee, ik weet niet wat je nou is dat te janken zo. Ja, maar... Ik kill die gast die met 288 KD zit gewoon. Maar mijn aim is zo ruk met dit wapen, man. Ja, echt, hè. Het is gewoon niet chill. Geen chillen aim. Oh, die gast is gerekt. Die gast is gerekt. Ik weet het. Ja, kijk, weet je waar ik gewend ben van Razorback? Eén kill. En hij is dood, omdat ik altijd hard gescoord. Ja, dan ren je weg. Oh, ren. Oké, we hebben nog wel de tijd, houden, dus ik kan misschien nog tijd. Oh, ja, maar we hebben een constant triple cap, hè. Dat moet je wel even beseffen. Ja, deze punt is sowieso niet voor mij. Kijk, nou. Kill hem. Wauw, ik weet niet wie daarbij stond met zijn recheck. Ja, dat was een random guy, ouwe. Ja, die zou ik echt heel erg. Jongen, mijn aim met dit wapen is echt pure ruk gewoon. Pure ruk? Pure ruk. Dude, ik hoef nog maar 2 kills voor de fucking score streak. Ja, ik ook. Nee, en ik... Oh! Ja, Jeffrey weer wel hoor. Kijk, Tieten. Jij turnt hem gewoon, of niet? Ja. Ik ga zo slecht. Oh, ik heb weer bijna rave. Ik heb nu weer heel slecht. Nee, ik krijg echt... weer gelijk dood. Ja, ik heb zo'n paar ST's bijna. Ik heb dus gewoon niet. Hoppa, dubbel kill. Nee, kill steals in mijn bitch. Ja. Kijk, vijf erbij pakken en in het huis. Ik heb echt een uur geen kill meer. Oké, ik zag iemand met zonder blast suppressor. Oh kut, hij zat te campen, joh. Ik ga niet zeggen waar hij zit, man. Jongen, die M8, ik kan niks met dit wapen, man. Het is een Razorback. Het is geen M8, het is een Razorback. Laten we maar bij, als in M8 was, had ik wel iets beter gaan. Ja, dan denk ik ook. Had ik die wave nu al wel gehaald. Yep. Ja, sowieso. Kijk, wie ging daar dood? Die is mooi. Ja, dat was Rick. Nu vind je het gewoon chill als je team is doodgaan. Yep. Nee, die Manowar is zo sterren, kan je niks tegen doen. Hier, granaatje voor dat me. Dat is inderdaad helemaal waar, ja. Razorback versus... Hey, maar Dylan, jij was zo bang dat wij gingen verliezen. Ja, is een win lose, maar... Oké, dit is... Ik ga nu heel slecht, dus ik... lekker voor je! Ik killde hem in de lol. Jij ging dood, Jeffrey. Ik ken niet. Of toch wel? Ja, maar ik had niks gezien. Ik keek net ook helemaal bij het begin, volgens ik. En toen klikte ik hem ook heel snel weg. Ja, god, echt. Die vent met die M8, ouwe. Ik word gek van hem. Ja, we hebben, ja, het potje zit erop. Het potje zit er serieus op. Ja, ik heb sowieso verloren. Ik heb sowieso ook verloren. Nee, Jeff, ik denk dat ik ja, ik denk dat Thijs heeft gewonnen. 60, oh my god. Jeffrey! Yes! Jeffrey! Kijk, ik snap niet dat ik die tweede kill niet had. Kijk dit. Ja, Thijs, Rick heeft toch meer kills, ouwe. Ja. Nou, Rick, jij krijgt even een puntje van mij. Je hebt de eerste punt. Yes! Yes! Zo, ja, dat was echt de grootste rukpot ooit. Ik ging nog net niet. Dat is zeker waar. Maar kijk, weet je wat ik nou... Ik heb de meeste kills van allemaal wapens met de Razorback, dus... Dat is wel sick. Maar jongens, dit was natuurlijk de eerste aflevering van Random Clash Generator. En Rick heeft gewonnen, hij heeft 38 kills. Thijs is tweede geworden met 33 kills, dus het was best wel close. Ja. En ik en Jeff zijn een beetje... Beetje slecht. Ik vind dat je mijn punt moet geven voor slechtheid. Nou, we kunnen wel in de min gaan werken voor die... maar jongens, ik was echt helemaal heel erg te lul. Maar jongens, dit was natuurlijk de eerste aflevering van de Random Glass Generator. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, Rick's kanaal en Thijs' kanaal. En dan zeg ik, tot bij de volgende video, jongens. Wat kerfskip. Later. Later. En deze kanaal, jongen, Moonwalk.